De politie heeft vorige week in Almere voor 5 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen. Het gebeurde allemaal tijdens een onderzoek naar onder meer de handel in illegale medicijnen. Ook zijn 2 verdachten aangehouden. Wim Hoonhout van de politie, goedemiddag. Ja, een hele goede middag. Ja, het gebeurt niet elke dag dat er zo'n groot bedrag aan cryptovaluta in beslag wordt genomen. Zijn die eigenlijk niet heel erg populair bij criminelen, omdat dit soort digitaal geld heel lastig te traceren is? Ja, dat is precies de essentie die u nu beschrijft. Hè. Als je kijkt naar een week of 2-3 geleden in de omgeving Amsterdam, hadden we tassen vol met valuta, harde valuta en 300 kilogram cocaïne. Nu heb je bij wijze van spreken op een postzegel heb je 5 miljoen euro. Dat maakt natuurlijk onderzoek soms heel erg ingewikkeld. En ook het doorzoeken naar dergelijke sporen natuurlijk bijzonder complex. Ja, nou dat klinkt dan ook best wel spannend. Hè? Dan willen we natuurlijk weten hoe dat er gelukt is. Hebben jullie dan iets van een wachtwoord gekraakt? Hoe zijn jullie daarbij gekomen? Nou, in dat onderzoek naar de bron van deze cryptovaluta hebben we natuurlijk gebruik gemaakt van allerlei specialisten die op extra zijn geschoold op het thematiek van het bijzondere doorzoekingen op bijzonder complexe plaatsen. Want zo'n klein apparaatje waar die valuta is opgeslagen is natuurlijk vrij klein en ingewikkeld om te lokaliseren in een woning of in een bedrijf. Mm-hmm. En dat vraagt ook om extra expertise om dat te kunnen vinden. Uiteindelijk na 2 dagen zoeken hebben we dat gevonden. En hebben uiteindelijk ook de boel kunnen ontsleutelen. En de valutawaarde van ongeveer 5 à 6 miljoen euro in beslag kunnen nemen. Ja, nou zijn er in deze zaak 2 verdachten opgepakt. Wat kunt u over hen vertellen? Nou ja, zij worden natuurlijk verdacht zoals u net al aangaf, van witwassen. En uiteindelijk zal het ook bij het ministerie, als het hele dossier compleet is, een keuze moeten maken. Zit er voldoende in om te kunnen vervolgen? Of kunnen we voorlopig alleen afpakken? Hè? Het afpakken is vooral bedoeld om criminelen of personen die illegaal geld gekregen in hun portemonnee daadwerkelijk aan te pakken. Omdat dat vaak het meeste pijn doet dan bij wijze van spreken een gevangenisstraf. Dus die inzet van ons als organisatie, politie en justitie, op het fenomeen afpakken van crimineel vermogen krijgt een steeds grotere waarde in onze organisatie. Ja, dan over die illegale medicijnen. Werden die nou in Nederland verkocht? Nou, het is een onderzoek wat zich startte in 2016. Restinformatie heeft geleid tot uiteindelijk dit onderzoek. Hè. Dus het verhaal van nu is niet gericht specifiek op medicijnhandel, maar is een uitwerking van het onderzoek. En vaak heb je in een onderzoek allerlei restinformatie die je voor het onderzoek zelf niet kunt gebruiken, maar die in een latere fase van belang kunnen zijn. Mm-hmm. Nou, dit is een spoortje uit zo'n onderzoek van 2016, waarmee we uiteindelijk dit jaar mee aan de slag zijn gegaan. Met eigenlijk het resultaat zoals we nu bespreken. Ja, want deze zaak is dus begin deze maand een inval geweest in de Novemberstraat in de Seizoenenbuurt in Almere. Daar werd dus dat geld dat apparaatje aangetroffen waar die 5 miljoen cryptovaluta op stond. Hebben jullie daar nou ook illegale medicijnen gevonden dan in dat huis? Nee, want daar was ook niet de zoekactie op gericht. Hè. Het ging ons echt om het veiligstellen, vaststellen, vinden van de cryptovaluta. Dat hebben we gevonden. Uiteraard kijken we natuurlijk in zijn woning wat er meer aanwezig is. Maar daar was onze opdracht niet op gericht. Hè, omdat het onderzoek zich vooral richtte op die witwaspraktijken. Omdat je vaak ziet met dit soort grote geldbedragen. Die vinden uiteindelijk weer een weg in de reguliere markt. Hè. Daarmee wordt de onderwereld en de bovenwereld met elkaar verbonden. Hè. Dus criminele onderwereld met de reguliere bovenwereld. Kun je denken aan aankopen van vastgoed. Waardoor mensen een plek krijgen in de samenleving. En dan krijg je een soort boekerende sfeer die zich uitdijdt omdat het criminele geld succes groter wordt en daardoor een verdringing ontstaat ten aanzien van wat we als samenleving acceptabel vinden. Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk met die cryptovaluta? Ja, dat ben je uiteraard in beslag. Hè. Dat betekent dat we het beheer hebben over die cryptovaluta. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk aan digitale specialisten om uiteindelijk ook die waarde van die cryptovaluta uit de markt te kunnen halen om uiteindelijk terug te geven aan de staat. En dat betekent dat deze beste mensen die nu die cryptovaluta in handen hadden, die in ieder geval kwijt zijn. Ja. Verwachten we eigenlijk nog meer aanhoudingen? Ja, we sluiten natuurlijk nooit iets uit. Het onderzoek richt zich wel echt op het echtpaar uit de woning. Hè. Het is niet aannemelijk dat er nu nog nieuwe aanhoudingen plaatsvinden. Maar zo'n onderzoek kent altijd weer restinformatie, draadjes. Hè. Komt soms een paar jaar duren en dan komt het toch weer boven water. En zullen wij ook nadrukkelijk blijven kijken naar dit fenomeen. Of het nu gaat om in Almere of elders in Flevoland. Witwassen. Illegaliteit ten aanzien van, wat ik zei, grote financiële geldstromen. Dat is echt waar we vanaf moeten zijn. Ja. Wim Hoonhout van de politie, hartelijk dank voor de toelichting.